De hoofdinspecteurs van politie, Raoul Hellings en Sergio Gentel, zijn ontslagen door de korpsleiding. In de ontslagbrief wordt hen ernstig plichtsverzuim verweten. Er zouden onvoldoende waarborgen zijn voor betrouwbaarheid. Het gaat in deze om de zwaarste tuchtstraf, namelijk ontslag. De ontslagresolutie is bekrachtigd door president Santokki. De voorzitter van de Surinaamse politiebond, Milando Atompay, is niet te spreken over het ontslag van zijn leden. Hij vindt namelijk dat er geen reden is tot ontslag. De spoed ALV, die is geconfesseerd voor morgen, zal uiteindelijk de te nemen stappen van de politiebond bepalen, zegt Atompay. Het ziet er niet mooi uit. Maar ben je eens met de gronden waarop de mannen zijn ontslagen? Er zijn niet eens gronden. Er zijn niet eens gronden, hoe kan ik niet? Dus wat de redenen van ontslag? Er zijn geen redenen. Maar de overheid noemt, de werkgever noemt wel redenen. Zijn niet steekhoudend voor u? Nee, die zijn niet steekhoudend, toch? Maar zo. Kijk, de rechter gaat ook alles toetsen, toch? Ja. Ik denk niet dat het zover komt, want die druk zal heel groot zijn. Begrijp je? Atompay en Hellings, die ook adviseurs zijn van de politiebond, waren niet bereikbaar voor commentaar. Eerder dit jaar werden ze door de korpsleiding op non-actief gesteld vanwege hun betrokkenheid bij de straatacties van de Organic Movement.